Goedemiddag meneer, wij zijn van het Concertgebouw. Heeft u een paar minuutjes tijd voor ons? Goedemiddag mevrouw. Ja, geen paniek. Mevrouw is niet thuis. Ah, u bent niet mevrouw. Nee, ik ben niet thuis, nee. Ik heb net een boek geschreven over deze persoon. En ik vraag mij af of u weet wie hij is. Geen idee? Misschien als ik hem toon als hij wat ouder is. En geen idee wie het is? Nee. Zegt de naam Joseph Rieland u iets? Wie? Joseph Rieland. Rieland. Oh ja, dat was hier van de straat. Ah, oh ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Zegt de naam Joseph Rieland u iets? Ah ja, dat is hier een muzikus. Ah, voilà, kijk. Dat is Joseph Rieland. Dat is hem. Waarom Rieland? Ah, toch. Fantastisch, mevrouw. Ja, de link leggen met de straat. He. Ah, fantastisch. Heel goed. Hij is geboren in 1870 en is gestorven in 1965. Ja. Dat is een klassiek componist. Man heeft 5 symfonieën geschreven, een opera, oratoria, kamermuziek, pianosonates, noem maar op. Een van België's bekendste componisten in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Hij woonde hier vlakbij. En dat is de reden waarom die straat zo noemt. Ja. Omdat hij hier, en zijn parochiekerk was hier dus waar hij naartoe ging, Christus Koning. Christus Koning. In het voorjaar gaat er heel veel festival door in Brugge, ja, met de muziek van Joseph Rieland. En ook in het Concertgebouw, daar wordt zijn 3e symfonie gespeeld. Samen met Pianoconcerto van Brahms. Waarom niet? Dus als u wilt, kunnen wij u uitnodigen. Ja.